Kevin is bij kwekerij De Kleerkast en heeft het idee om zijn eigen tuin in te gaan richten. Jonge dame, mag ik heel even iets vragen? Ja, natuurlijk. Ik ben heel enthousiast begonnen met het samenstellen van dingen voor in mijn tuin. Mm-hmm. Maar ik ben eigenlijk een beetje van start gegaan zonder enig einddoel. Is dat slecht? Nee, totaal niet. Maar het is meer van, wat wilt u? Want dit is allemaal vaste planten. Dus dat is zeg maar dat volgend jaar weer terugkomt. Mm-hmm. En je hebt eenjarige zomerbloeiers. Kan ik die vaste planten en eenjarige zomerbloeiers combineren? Ja, natuurlijk. Kijk, dit vaste plant is vaak gewoon voor in de borders en zo. Dus echt in de tuin. En eenjarige zomerbloeiers kunnen ook natuurlijk in de tuin. Maar worden heel veel in potten gedaan. Nog even één vraag. Is er nog iets nieuws onder de zon dit jaar wat ik niet mag missen? Nou, een beetje trending is wel de hangtassen. Dit zijn hangtassen. Als u die kant op loopt, ja? Zeg maar naar de eenjarige zomerbloeiers, dan komt u op een gegeven moment een wand tegen met allemaal... Met hangtassen. Hangtassen. Nou, ik ben benieuwd. Dankjewel. Ja, oké hoor. Tot ziens. Fijne dag. Ja, kijk eens eventjes. Nou, dit moeten de hangtassen zijn. Best leuk. Nou, mijn nieuwe hangtas. Deze. Meneer, mag ik deze meenemen ook? Hey, ja, dat mag wel meneer, maar dit is eigenlijk de opkweekruimte hier ook. U mag ze rustig meenemen, maar hier halen we alle plantjes vandaan die goed zijn voor de verkoop. Maar deze zijn nog niet klaar? Nee, dit is een beetje een kleintje. Oké, dus eigenlijk moet ik deze gewoon even laten voor wat het is. Ja, oké. Nou, dan doen we dat. Maar wat vind je van mijn handtas? Ja, u hebt een mooie handtas uitgezocht. En bloeit deze nou de hele zomer door? Ja, bloeit de hele zomer door. Kijk, met dit pijpje, die kan je erin doen zo. En daarin kun je water geven, dat hij goed vochtig blijft. Dus op het moment dat je dat gewoon voldoende bijhoudt, dan komt dat, ja, komt dat goed? Ja, zo'n 3-4 keer in de week water. Dit is een vlijtig liesje, die doet het beter in de schaduw. Een vlijtig liesje? Een vlijtig liesje, zo heet hij. Klinkt dat leuk. Maar dan moet je wel heel goed op letten, want op het moment dat je dat bijvoorbeeld verkeerd omdoet, dan gaat het mis. Ja, dan gaat zo'n plantje verdorren en dat is geen mooi gezicht, nee. Dus een beetje advies inwinnen, zo links en rechts is wel handig. Ja, wij hebben ook dames in de verkoop lopen. Die u daarbij kunnen helpen. Ja, dus dat, dan ga ik dit even laten voor wat het is. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Hey, hallo. Hallo. Deze gaan het worden. Is goed. Ziet er goed uit, toch? Ja, dat ziet er wel heel mooi uit. Nou, ik ben er zelf ook wel heel erg tevreden over. Hopelijk gaat dit goed staan in mijn tuin. Wil je nou meer weten, kijk dan even op de site, want daar staat alles op. Kun je alles terugvinden. rtl.nl/trips-and-travel. Hoeveel wordt die?